Voorzitter, Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld. Dat is al een paar keer genoemd vandaag. Nergens ter wereld zitten de kapitaalgedekte pensioenpotten zo vol als bij ons. Bijna 1500 miljard. Twee keer zoveel als we met z'n allen verdienen in een heel jaar. Maar voorzitter, voor wie heeft Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld? Is dat voor het pensioenfonds zelf? Voor de regering? Voor het houdbaarheidssaldo? In ieder geval niet voor de gepensioneerden. Die krijgen er namelijk al 10 jaar niets bij. En die horen politici hier zeggen, we hebben het beste pensioenstelsel ter wereld, maar de afgelopen 10 jaar heb ik er geen stuiver bij gekregen. Terwijl de kosten met bijna 20% zijn gestegen. Minder boodschappen doen, omdat de btw verhoogd is en de gepensioneerden geen compensatie krijgen. Voorzitter, het beste pensioenstelsel ter wereld. En wat is eigenlijk dat doel van het beste pensioenstelsel? Dat is volgens mij het uitkeren van een waardevast pensioen. In die zin, voorzitter, hebben wij helemaal niet het beste pensioenstelsel ter wereld. En het is een schande dat we al 10 jaar niet indexeren. En het is daarom goed dat er een begin van een overeenstemming is bereikt. En ik hoor een aantal andere partijen dat een akkoord noemen, voorzitter. En ik weet dat het kabinet behoefte heeft aan het etaleren van succes, omdat het nogal lastig gaat, omdat er ook tegenvallers zijn. Voorzitter, dan naar de inhoud. Is dat glas nu half vol of half leeg? Of zijn we met een aantal partijen dat glas aan het vullen vanuit een glibberig kannetje waar heel veel handen het moeten vasthouden? Die pensioenpotten die worden alsmaar groter. Voor de crisis in 2007 zat er nog maar 700 miljard in de pot. En nu is dat al ruim verdubbeld. Ondanks die enorme bedragen wordt er dus al 10 jaar niet geïndexeerd. Er is genoeg geld, maar het mag niet naar de mensen. En dat komt door de hysterische lage rekenrente van circa 1%. Dat betekent dat de pensioenfondsen er verplicht van uit moeten gaan dat ieder ingelichte euro een rendement levert van 1%. Het risicovrije rendement op staatsobligaties. En de werkelijkheid is dat het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, de afgelopen 15 jaar gemiddeld 6,6% rendement heeft gehaald. En voorzitter, mensen snappen dat niet. Mensen begrijpen niet waarom ze 10 jaar niet geïndexeerd worden, terwijl er 6,6% rendement wordt gehaald. Terwijl die pensioenpotten als een soort Dagobert Duck geldpakhuizen helemaal gevuld zijn. En voorzitter, DENK is een enorme voorstander van financiële degelijkheid en voorzichtigheid. Maar dit is echt doorgeslagen en deze voorzichtigheidsnorm tast het inkomen van gepensioneerden enorm aan. En het advies van de commissie Dijsselbloem maakt het nog erger. Daardoor zullen de dekkingsgraden naar het naar uitziet 2,5% dalen. En klopt het nou, vraag ik aan de minister, dat dit rekenrenteadvies ook van toepassing zal zijn op het nieuwe pensioencontract? Waarom beweren de vakbonden van niet? Is de minister bereid om een nieuw advies te vragen aan de commissie Parameters? Voorzitter, wat DENK betreft had de hervorming van de rekenrente de kern moeten zijn van deze pensioenhervorming. Maar juist hier wil men nog niets aan veranderen. Een gemiste kans. Er is nu aan allerlei knoppen gedraaid, maar wat ons betreft niet aan de belangrijkste. Het is toch die Haagse werkelijkheid die ver afstaat van de echte werkelijkheid. De fractie van DENK is verheugd dat in ieder geval een mate van overeenstemming is bereikt. Maar het pensioenakkoord staat nog helemaal bol van de losse eindjes. En behalve de harde afspraken over de AOW-leeftijd is het voornamelijk een grote intentieverklaring. En er moet nog heel wat afgeplaat worden in de polder voordat er echt een akkoord is. In dat kader heb ik de volgende vraag aan de minister. Klopt het dat alle deelnemers en dus ook de vakbonden een soort van vetorecht hebben? Een handrem? Zo nee hebben, hoe is de zeggenschap hierin verdeeld? En op welke manier, buiten de wetsvoorstellen, gaat de Kamer hierbij betrokken worden? Voorzitter, toch is de fractie van DENK blij dat de AOW-ramp die Rutte en Asscher hebben aangericht nu toch enigszins verzacht wordt. Rutte heeft zijn eigen AOW-beleid terecht hysterisch genoemd. Ja, inzicht komt soms laat. Maar voorzitter, het kan wat ons weet beter. Ik heb hier een lijst met Europese landen en Nederland staat bijna bovenaan met 66 jaar. Ik overweeg dan ook een amendement in te dienen om 66 jaar op 66 jaar te houden. Dat was overigens ook de inzet van de vakbonden.
Voorzitter, een van de belangrijkste uitdagingen is de overgangsproblematiek van 60 miljard. Die is niet opgelost. De groep van 40 tot 50-jarigen verliest dit bedrag aan pensioenopbouw bij de invoering van het nieuwe contract. En er is nog niets geregeld om dit te compenseren. En deelt de minister de mening dat er geen nieuw pensioencontract moet komen voordat dit sluitend geregeld is? Ook op dit punt overweeg ik een motie. En op het gebied van transparantie, complexiteit en vertrouwen van jongeren is het de vraag of er iets gewonnen is. Door het wegvallen van de nominale zekerheid van 75% wordt een klein beetje onzekerheid vervangen door een wel waarschijnlijk grotere onzekerheid. Door een voor een buitenstaanders onnavolgbaar systeem van inkopen van pensioenafspraken op basis van beleggingsresultaten. Dan, voorzitter, de maatregelen voor de zware beroepen zijn vooralsnog niet meer dan een intentieverklaring. De werkgevers hebben hier nog geen geld voor beschikbaar gesteld en de RVU-boete van 52% blijft gewoon bestaan. Het is afwachten wat hier nou daadwerkelijk van terechtkomt. Voor ZZP'ers is er nog geen pensioen. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers is een stap vooruit, maar verdient alleen steun als de premie betaalbaar wordt. En dit zou bij voorkeur publiekelijk uitgevoerd moeten worden met een acceptatieplicht. Alles overwegende, voorzitter, is het standpunt van DENK als volgt. We steunen de minder snelle AOW-verhoging, want deze was echt hysterisch, maar eigenlijk zou deze gewoon op 66 jaar moeten blijven. De rekenrente moet omhoog, niet alleen gebaseerd op de rente op staatsobligaties, maar meer rekening houden met reële rendementen, minus een stuk onzekerheid. We steunen in principe de maatregelen voor de zware beroepen, maar hier geldt toch echt eerst zien dan geloven. En op dit moment is daar echt nog helemaal niets geregeld. En we steunen de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers, maar alleen als die premie inderdaad betaalbaar is en collectief wordt uitgevoerd. En voorzitter, is daarmee nou het glas half vol of half leeg? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat misschien wel meer afhangt van het gedrag van Trump, de Brexit en de ECB dan van de onderhandelingsvaardigheden van de werkgevers, vakbonden en overheid. En vergeeft u mij enige cynisme.